Ik ben Bertina Mulder, auteur van Wisselwerking en De Rode Magneet. Wisselwerking is een roman uh, die gaat over een student journalistiek... die een flashmob organiseert en uh, die gefilmd wordt met een drone. Op het plein van de flashmob zit ook een oude man te tekenen. Hij maakt een tekening voor zijn ernstig zieke vrouw in het ziekenhuis. In de loop van deze dag uh, ontmoeten deze mensen elkaar en blijkt dat ze... Hoewel ze zeer verschillend zijn van elkaar, toch meer met elkaar gemeen hebben dan je vooraf zou denken. De rode magneet gaat over de eerste bemande missie naar Mars. Dan denk je misschien dat is science fiction, maar Elon Musk met zijn ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de eerste bemande missie naar Mars al gepland voor 2024. Dat is heel snel. En dan denk ik bij mezelf: wat zijn de mensen die daar naartoe willen? Want Mars is en onherbergzaam, en het heeft een klimaat van de Noordpool en een atmosfeer van CO2. Lekker dodelijk. Wie moet daar naartoe? En toch zijn er heel veel mensen die daar naartoe willen. Vandaar dat de titel ook is: De Rode Magneet. Wat ik eigenlijk uh, mensen wil vertellen is dat het schrijven niet alleen gaat over het achter elkaar zetten van woorden maar dat het uh, schrijfproces zoveel leuker is dan alleen uh, het boek. Je hebt ook je research, je ontmoet interessante mensen. Je hebt contact met manuscriptbegeleiders, met redacteuren. Maar ook tijdens je research uh, kom je heel veel interessante mensen tegen. Het leuke is dat ik uh, via de Twitter van NASA uh, een oproep zag om je naam naar Mars te laten sturen. En op 5 mei 2018 is mijn naam op een microchip gezet en die is onderweg naar de rode planeet. En als je boek er eenmaal is, dan krijg je natuurlijk feedback van de lezers. En dat is ook altijd heel boeiend, want ook al zijn ze niet altijd helemaal positief, je kunt er ontzettend veel van leren. En zowel de, uh, de feedback van de lezers, de recensies en ook wat er in de media komt, merk je van dat is allemaal voeding voor je nieuwe boek. Dus ik ben er ontzettend blij mee. En als je meer wilt weten over mijn schrijfproces, over mijn boeken of over wat ik allemaal meegemaakt heb achter de schermen, dan kun je me boeken voor een lezing of een interview. En alle informatie kun je vinden op www.bertinamulder.nl